Geïnspireerd door de site van de KLM, waar een wandeling door Amsterdam langs een aantal KLM-huisjes op staat, heb ik ook een stadswandeling samengesteld. Daarin zijn echter alle huisjes van de KLM in Amsterdam opgenomen. En dat zijn er 41. We gaan vandaag dus wandelen en we doen dat vanuit onze luie stoel. Het is een langere wandeling dan op de site van de KLM staat, maar dat komt omdat wij langs alle KLM-huisjes in Amsterdam gaan lopen. Ik ben Ellie van Driel en ik neem je mee in de wonderenwereld van de KLM-huisjes, maar ook in al het andere moois dat je over de KLM kunt verzamelen. Ik ga de wandeling verdelen over diverse filmpjes, omdat het anders veel te lang wordt. Niet zozeer wat het wandelen betreft, maar wel wat het maken van de filmpjes betreft. En dat komt omdat ik over ieder huisje wel iets heb te vertellen. De start van ieder filmpje, na mijn introductie, is een plattegrond van Amsterdam met daarop aangegeven hoe de route loopt. Althans, dat gedeelte wat ik in dat filmpje ga behandelen. De totale route langs al die 41 huisjes is ongeveer 15 kilometer lang. En per filmpje zal ik aangeven hoe lang dat gedeelte is. De route is ook uit te printen, want als je klikt op de beschrijving van dit filmpje hieronder, vind je die informatie over de huisjes waar ik iets over vertel. De info kan helaas niet meer dan 5000 tekens bevatten en daarom moet ik de gehele route dus in delen knippen. Een groot gedeelte van de info speelt zich af eind 17e eeuw. En je moet je voorstellen dat Amsterdam toen de derde grote stad was in de wereld. Alleen Londen en Parijs hadden meer inwoners. De totale wandelroute van dit gedeelte is ongeveer 2 kilometer. En we starten voor het Centraal Station. En lopen dan naar de ouderzijds Voorburgwal nummer 18. En daar staat ons eerste huisje. In de Tweede Wereldoorlog is dit huisje bijna vernietigd. En toen er bij de renovatie een laag gips was verwijderd, bleek dat het centrale gedeelte van die gevel gemaakt moest zijn door Hendrik de Keizer. En deze info bleek de redding voor het pand te zijn. Als ze die ontdekking niet hadden gedaan, was het pand waarschijnlijk toen gesloopt. En daar kan ook de conclusie worden getrokken dat het pand begin 17e eeuw is gebouwd. Vermoedelijk rond 1615. En vertoont veel overeenkomst met de gekroonde raap uit 1615, dat is KLM huisje nummer 10 en dat gaan we hierna bezoeken. Op een kaart uit 1625 is te zien dat het huis oorspronkelijk een trapgevel had en een houten onderkant met in het midden een deur en aan beide kanten ramen. Het bouwen met hout was in die middeleeuwen heel normaal, maar na twee grote branden werd dat verboden. En aan de linker en rechterzijde van de vlies zijn leeuwenmaskers aangebracht. De vlies met de originele gesneden puibalk was oorspronkelijk bevestigd aan nummer 22. In het midden is een kleurige gevelsteen met de tekst In slot van Egmond aangebracht. Op de bovenkanten van de dubbele pilasters, en een pilaster bij dit huisje is te zien tussen de ramen en aan de buitenkant van de ramen, dat is een stuk metselwerk. En daar staan ornamenten op. En boven de vensters zitten accoladebogen. En daar waar die bogen bij elkaar komen, daar zie je twee afbeeldingen van mensen. Het pand moet zo rond 1900 een tuitgevel hebben gekregen. En die zie je nu op deze foto. De ouderzijds Voorburgwal werd vroeger ook wel Fluwelenburgwal genoemd, met een verwijzing naar de kleding van de rijten die daar toen woonden. En in de volksmond heette deze buurt tegenwoordig De Wallen. We gaan naar de overkant van de ouderzijds Voorburgwal en dan naar nummer 57 en dan vinden we nummer 10. Ik noemde het zo even al, dit huis heet de Gekroonde Raap. En dit speciale grachtenhuis staat tegenover het oudste historische gebouw in de stad en dat is de Oude Kerk. En ook dit pand is gebouwd door architect Hendrik de Keizer en is van 1615 en toont veel overeenkomst met het vorige huis. Vandaar die conclusie dat ze beiden door hem zijn gebouwd. En in dat jaar kocht de koopman Eduard Emting een huis en de erven, ofwel een huis en een stuk grond. En naar alle waarschijnlijkheid is er toen een nieuwe gevel geplaatst door architect Hendrik de Keizer. Het heeft een Amsterdamse barokke renaissance stijl met een trapgevel. Het huis heeft een heel weelderige gevel met medaillons, dubbele pilasters en accoladebogen en afbeeldingen van mannen en van vrouwen. Persoonlijk vind ik het erg druk. Een grote hijskap met draaibare as en daarboven een steen met het jaartal 1615. En dat jaartal vind je overigens ook terug net boven de begane grond. Er staat ook nog een keertje gegraveerd 1615. Tijdens de restauratie werd ontdekt dat het gebouw achter de gevel al in de 15e eeuw is gebouwd. Dus twee eeuwen eerder dan deze façade.
Het gebouw is van groot architecturaal belang en sinds 1946 in bezit van de vereniging Hendrik de Keizer. Eigenlijk zijn er twee panden. Deze aan de ouderzijds voorburgwal en de tweede aan de ouderzijds achterburgwal. En met een overdekt gedeelte zijn ze aan elkaar verbonden. En dat is goed te zien als je op Google Maps kijkt. Het huis heeft al vele bestemmingen gehad. En uit het testament van Eduard Emtink blijkt dat het huis in 1660 in handen kwam van de diaconie van de gereformeerde kerk. Tot de 19e eeuw werd het huis verhuurd ten gunste van de armenzorg. En in de eerste helft van de 20e eeuw was er zelfs een sigarenfabriek gevestigd. En in 2006 is het pand volledig gerestaureerd, waarbij de oude structuur van het huis is hersteld. En zover mij bekend is het nu een kantoorgebouw met woongelegenheid. We lopen verder naar de Jodenbreestraat 4 en komen dan bij het Rembrandtshuis. Dat is nummer 48 van de KLM. In dit huis is van 1606 en is door Rembrandt op het toppunt van zijn roem gekocht voor 13.000 gulden. Hij heeft hier van 1639 tot 1658 gewoond en daar is ook het wereldberoemde schilderij De Nachtwacht ontstaan en waarschijnlijk op de galerij van de kleine binnenplaats. De ramen zijn tijdens de restauratie veranderd in glas- en loodramen en met luiken. En het gebouw is dagelijks voor het publiek geopend. De straat heette vroeger overigens Sint-Antonies-Breestraat. Maar tijdens de 80-jarige oorlog vestigden ze hier heel veel Joodse immigranten uit Portugal en Spanje. En zodoende veranderde een deel van de straat in de Joden-Breestraat. Zowel de gevel als het woonhuis bestaan uit drie lagen. De onderste laag met de entree. Een tweede laag met kleine ramen die het daglicht wat moet temperen. En op die etage worden ook de lichtgevoelige etsen en tekeningen van Rembrandt bewaard. En daar weer boven de kantoorruimtes. De natuurstenen kroonlijst helpt iets naar voren. En de gevel is een vierraamsgevel, ofwel het type lijstgevel. En versierd met zandstenen banden en blokjes. En in 1606 gebouwd. En als trapgevel, maar tijdens de restauratie vervangen door deze verdieping met fronton. En fronton is dat bovenste driehoekje met aan beide kanten dan een zolderraampje. Waarschijnlijk is de architect van dit gebouw Jacob van Kampen, die ook de architect was van het stadhuis van Amsterdam en dat tegenwoordig Paleis op de Dam heet. We gaan verder naar Herengracht 607 en daar vinden we huisje 38. In dit goed bewaard gebleven gebouw heeft nog de originele klokgevel. Bovenaan is een zolderlijk met daaronder een steen met het jaartal 1670. En die in eerste instantie op het huis ernaast was aangebracht, maar toen dat werd verbouwd, is de steen naar dit huis verplaatst. De stijl is Hollands klassicisme. En het midden risaliet loopt door tot aan de top om het verticale karakter van het gebouw goed te benadrukken. En een risaliet is het gedeelte van een gevel dat over de volle hoogte naar voren springt ten opzichte van de rest van de gevel. En bij een risaliet krijgt de gevel min of meer een relief en zie je ook goed de schaduwwerking. De hijsbalk is versierd en langs de gevel zijn stenen versierselen aangebracht. En bovenin zijn twee driehoekige zoldervensters. Er werden hier een aantal huizen gebouwd met identieke klokgevels. Het gebouw werd in 1747 voor 13.600 gulden verkocht aan Jacob Bikker Raaien, een beroemde Amsterdamse stadsschrijver. Dat is iemand die het alledaagse leven op een aantrekkelijke wijze ontsluit en alledaagse zaken begrijpelijk maakt. In ieder geval tenminste opschrijft. Wil je meer filmpjes over mijn passie voor de KLM zien? Abonneer je dan op deze site. Klik even op het belletje en dan krijg je een berichtje als ik weer een nieuw filmpje heb geplaatst.